Hey, het leek mij leuk om jullie wat te vertellen over mijn single Wasted. Hoe ik die geschreven heb, waar het allemaal vandaan komt. Dat is allemaal begonnen hier in mijn studio, dus welkom. Ja, ja, piano, gitaar. Kom mee. Ik weet nog dat ik in die tijd wel heel veel naar Sheryl Crow luisterde. En ik vind haar te gek. Echt een hele stoere vrouw op gitaar. En ik dacht, ik wil ook een keer een nummer schrijven vanuit de gitaarriff. Ik heb toen een nieuwe gitaar gekocht. Een Fender Mustang, dat is deze. Dat inspireerde gelijk. Ik ben toen begonnen met een gitaarriff. Nou, dat moest natuurlijk ook ontzettend gaaf klinken. Ik hou heel erg van een heel specifiek geluid wat ik heb gevonden in de Fender Princeton. En daar speel ik eigenlijk al heel lang op deze versterker. Samen met die Fender Mustang is dat echt waanzinnig. Want het is een beetje rauw, er zit een beetje een sparkle in. Het heeft gewoon heel veel edge. Plus dit pedaaltje, de Tube Screamer. Een heel lekker pedaaltje. Toen was het los. Oké, ik ben even terug gaan zoeken naar een van mijn eerste demo's van Wasted. We gaan even kijken hoe dat is gegaan toen. Nou, zoals ik zei is het nummer eigenlijk ontstaan vanuit een gitaarriff. Maar eigenlijk zijn het er twee. Dit is de ene. Dan komt de basriff erbij. En die worden samen één. Ik had heel veel plezier met mijn gitaar, dus ik heb er gewoon nog een klein riffje aan toegevoegd. Meer gitaren, we doen er gewoon nog één. En toen ben ik gaan zingen. Ik had eigenlijk al vrij snel een melodie in mijn hoofd. Die ontstaan meestal tijdens het hardlopen of onderweg in de auto. Die ben ik gelijk gaan opnemen. De melodie op de demo is eigenlijk helemaal niet veranderd. Wat ik heel grappig vind om te horen nu is dat... weet je, meestal zing ik gewoon wat nep Engels of wat klanken. Dan begin ik gewoon wat te zingen. En een deel van deze tekst is wel blijven staan voor de uiteindelijke Wasted. Kijk, komt-ie. Die coupletjes van Wasted, die hebben wel een tijdje gelegen. Het duurde echt even voordat ik dat weer heb opgepakt. Een paar weken of maanden misschien wel. En toen heb ik een heel nieuw stukje erbij geschreven. Dat begon met gitaar en bas. En dan opgebouwd met piano. Een paar losse noten. En wat trillers heb ik dat genoemd. En dan krijg je dit. And I don't wanna know, no. But you will have to go. Nou, dus ik met die demo naar Paul Willemsen, een hele te gekke gitarist en producer. En die snapte wel wat ik wilde doen. Dus die heeft mij onwijs geholpen om daar echt iets heel te geks van te maken. Toen zijn we dat gaan opnemen in het oude Doornroosje in de studio van de Staat. Tim van Delft heeft gedrumd, Erik Harbers heeft gebast. Henk-Jan Heuvelink heeft nog gitaar gespeeld en ik heb gitaar gespeeld en gezongen. En toen is die gemixt door Chad Blake, daar ben ik groot fan van. Toen was die af. Nou, het resultaat laat ik zo horen. Maar eerst wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Leuk om te doen. Leuk ook om in mijn eigen demo's te duiken. Heb je nog vragen? Stel ze vooral hieronder, want misschien heb ik wel een antwoord. Bijvoorbeeld, Marieke, hoe speel ik nou die basriff? Nou, dan stem je de E-snaar naar een D en dat helpt al heel veel. Maar goed, heb je andere vragen? Stel ze. En ik zou zeggen, word vervolgd. Doei!